Inwoners van Veghel kunnen vanaf begin oktober tot eind van het jaar een game spelen, 1 uit 75. Het Erpse bedrijf Gamifications ontwikkelt dat voor 11 gemeentes. De game bestaat uit een app en escape room. Ja, welkom, hier zijn wij in het verlaten drugslab, gevonden door de spelers die deel 1 hebben gespeeld. Hier worden ze eventjes ontvangen door iemand van 1 uit 75. Om vervolgens eigenlijk geleid te worden naar, ja, ik wilde zeggen de eerste ruimte, want waarschijnlijk kom je nog in één of meerdere ruimtes. Maar hier kom je eigenlijk in de voorruimte van het verlaten drugslab. Je ziet de labjassen zie je al hangen. En nu is het eigenlijk zaak om te kijken of je verder kunt komen als speler om zo 1 uit 75 te helpen. Deelnemers zien via augmented reality verdachte signalen op 8 locaties. En dat kan dus gedumpte drugsvaten zijn, een verdacht busje, beveiligingscamera's op een pand. Dingen die verdacht kunnen zijn. Zo zijn er 8 verdachte situaties. En als zij de 8e verdachte situatie hebben gemeld, dan word je geleid naar het verlaten drugslab. En dat is hier. Middels dit spel gaan we eigenlijk de inwoners van gemeente Meijerijstad onbewust bewust maken van de gevaren van de ondermijnende criminaliteit. Ondermijning is het infiltreren van criminelen in onze samenleving. Een voorbeeld daarvan is witwassen. Wij willen als gemeente graag dat de burgers de signalen leren herkennen van ondermijning. Wij willen natuurlijk een zo veilig mogelijke gemeente en dus zo min mogelijk criminaliteit en ondermijning. Je hebt hem zelf ook al gespeeld, wat vond je ervan? Allebei zeer leuk om te spelen, vooral ook leerzaam. Vooral, wij waren met een team die zich dagelijks bezighoudt met de veiligheid binnen onze gemeente. Maar ook daar kwamen weer nieuwe dingen naar voren. Dus zelfs voor de professionals in het werkveld is het leerzaam. Dus zeker ook voor onze burgers. Er zijn veel tekens die een alarmbelletje laten rinkelen. Wat voor signalen zijn dat? Er zitten nieuwe signalen in. Je leert hoe de productie van de drugs tot stand komt. Dus je ziet ketels, je ziet vaten, je ziet grondstoffen die ook in het echt allemaal nodig zijn om om drugs te produceren. Verder zie je nog allerlei andere dingen, maar misschien ook belangrijker kun je ook allerlei dingen vinden in de escape room. Ja, maar die zie je natuurlijk pas op het moment dat je het ook daadwerkelijk speelt. Het is inderdaad dit jaar begonnen in Veghel en de jaren 24 en 25 volgen Schijndel en Sint-Oederode. Dus die komen zeker nog aan de beurt.